Dit is mevrouw Blokland en dit is meneer Dam. Ook mevrouw Groenschot woont in een huis van dagelijks leven. Alle drie lijden ze aan de ziekte dementie. Maar dat betekent niet dat zij de ziekte zijn. Het betekent ook niet dat zij niets meer kunnen, willen of wensen. Om de beste dementiezorg te kunnen bieden, is het van belang dat wij hen echt kennen, echt zien, echt horen en echt laten. Ga je dan een rondje met mij wandelen om het huis? Nee. Nee? Doordat wij meneer Dam goed kennen, weten we dat we hem niet blij maken met activiteiten als samen tuinieren of een spel spelen. Waar de oud-postbode wel helemaal van opleeft, post sorteren en zijn oude route fietsen. Samen met verwanten zorgt het team ervoor dat dit nu elke dag kan. Hé, hey, ik zie ineens naar een tramstraat. 81. Hey. Hallo, tramstraat. Verduld, woon jij niet in dat huis, Jan? Ja, hier links. Ja, daar, hè? Ja, hier. Oh, daar ook. Ja, ik zie het. De we zien dat mevrouw Blokland heel zelfstandig is. Ze doet het liefst zelf haar boodschappen, ruimt af, zet koffie en helpt in huis waar ze kan. 1, 2. 1, 2, ja. We luisteren goed naar haar wensen, horen waar behoeften liggen en zorgen ervoor dat we haar niet te veel werk uit handen nemen. Maar we hebben ook oog voor de momenten waarop ze juist wel hulp nodig heeft. Dus als je wat van me wil weten, dan moet je ook eens even luisteren. En mevrouw Groenschot? Ik heb het niet lekker. Zij blijft het liefst in haar eigen studio om te puzzelen of te tekenen. Haar laten we zoveel mogelijk gewoon met rust. Alleen in haar studio, waar zij zich op haar prettigst voelt. Je kijkt geen pet. Ken mij. Nee. Zie mij. Hoor mij. Laat mij. Elke dag bij dagelijks leven.